Welkom bij Studio Plus. Ik heb weer heel wat passionele mensen hier bij mij het komende uur. Annemarie Hoijbergs stelt ons haar nieuwe roman voor en we skypen met een leraar zonder grenzen. Louis Wellens woont al acht jaar in Brazilië en verder leren we ook onderwaterfotografie kennen. Maar eerst praten we met Wesley en Frank, twee leden uit de Belgian Quo Band. Dag Wesley en dag Frank. Goeiemiddag. Eindelijk is twee echte rockers in de studio. <laughs> zijn we echte rockers Frank? Ik denk, ik denk het wel. Ja, ja. <laughs> ja. Jullie maken deel uit van de Tribute Band, de Belgian Quo cool Band. Ja. Hoe is die ontstaan? Frank, dan moet ik bij jou zijn denk ik. Hè? Wel, die is ontstaan uh, eind 2007. Een van mijn zonen die, uh, die vond mijn gitaar en mijn versterker met kabinet. Uh, op zolder, die stond er al veel lange jaren, omdat ik daar geen tijd meer voor had en nooit meer gedacht had dat er <laughs> nog geen moeten uitkomen. En uh, ja, die had daar beginnen op spelen. En het internet begon ook, hoe zat, en, en zo kon je eh, eigenlijk zeer gemakkelijk aan partituren geraken. En ik had dat meegenomen naar een concert van Status Quo. En ja, die had net als zijn vader de passie te pakken. Ja. En ja, dan was dat eigenlijk zijn idee. Om ja, nog enkele mensen te zoeken om eventueel een band te beginnen. Ja. En de, zo is onze band ontstaan. En zo is Wesley er ook bijgekomen? Ja, zoals het zegt, echt, een beetje via internet elkaar ook gevonden. Ik kende de bassist al. En ja, ze, ze waren op een bepaald moment op zoek naar een drummer. En vroegen of ik geen zin had om erbij te komen. En ja, daar moest ik eigenlijk niet lang over nadenken. Nee. Ja. En, en jij, wat speel jij juist, Frank? Jij speelt gitaar dan? Ik speel uh, ritme-gitaar en, en zingen. Ik ben eigenlijk direct parfit van de band. Ja, ja oké. Okay. En jullie zingen dus en spelen nummers van Status Quo, maar jullie doen ze ook na, hè? Dat is, dat is ook de bedoeling. Ja, wij proberen met onze band eigenlijk voor de volle 100% een quo optreden. Ik ja. ga niet zeggen na te bootsen, maar ja, daarvoor komen de mensen. En ook om de hele grote hits altijd te spelen. Mm -hmm. uh, dus wij proberen ook uh, de setlist een beetje ordelijk te maken, net zoals oh. de quo dat toe. En dus onze backline: wij spelen ook met, uh, met vier versterkers, vier kabinets in Twit. Dat was echt de groene gitaar van uh, de, de al telecasters. Ah, we gaan eens in. zien of we verschillen zien. <laughs> hè. We gaan uh, eens kijken naar een fragmentje. Ja. Is echt rocken heel podium, dat is duidelijk. Ja, inderdaad. inderdaad. Trouwens, een beeldje vanuit, vanuit een van de optredens in Nederland was dat altijd wel een leuke sfeer in Nederland. Dus we komen daar heel graag. Uh, ja, 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 jullie zijn ook een beetje overal te zien. Hè? Niet alleen in België, Nederland, maar ook Duitsland. Ja, inderdaad. Dat, dat zit nog altijd in de lift. Dit jaar uh, spelen wij vaker in Duitsland. Uh, toch een paar keer ook. We spelen voor het eerst in Oostenrijk. Mm. Uh, het is de bedoeling om in het najaar uh, een mini-tour zeg maar, te doen in Duitsland. Dus ook een of vier, vijf. Dus uh, ja, het, zit, het blijft groeien, het zit in de lift. En, het... en dat kunnen jullie allemaal combineren met een vaste job? Of Ho zijn jullie zo al een beetje aan het Nee, het is, van... het, 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 is nog altijd, het is nog altijd uit de hand gelopen hobby, zeg ja, maar. Toch? Het is ook heel moeilijk om, in, om te overleven, zeg maar, in die branche. Het is heel hard, dus uh, het blijft hobby voor ja, ons, ja. 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 Nu, uh, vorig jaar hebben jullie ook iets heel speciaals gedaan, hè? 2014, een ja. soort van luchtgitaar. Contest? Ja. Uh, ja, we hebben eigenlijk een wereldrecordpoging gedaan. Het was het tweede jaar op rij dat wij gevraagd werden om op de Gentse feesten te spelen op uh, Sint Baafs, het grootste plein ook. En wij dachten van wij willen eens iets speciaals doen, we willen iets, iets, iets uitzonderlijks doen. Uh, toen kwam het idee van een wereldrecordpoging luchtgitaar, dus om met zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd uh, luchtgitaar te spelen. Uh, helaas is die poging net niet gelukt. Er waren mensen genoeg aanwezig, maar de zone was eigenlijk een beetje te klein. En er was ook maar één ingang voorzien. Dat had allemaal te maken met veiligheidsvoorschriften en zo. Dus, uh, maar we hebben daar ook beelden van. En je ziet echt dat er ja. een paar duizend mensen toch wel. En die beelden die hebben we hier staan. Ja, ah, kijk eens. Dus we gaan aan. <laughs> Ja, iedereen deed mee. Je hebt absoluut ja. niet gelogen. Ik moet eerlijk zeggen, ik krijg er nog altijd ja. wat kippenvel, kippenvel van, van het, ja. is, het is echt, als je op het podium staat en je ziet die mensen staan springen, ja. staan uit de, ja, ja. dat doet iets. Dat is een uh, herinnering die niet snel voorbij ik, gaat. Ik zie de glinsteringsjes in je <laughs> ogen staan. <laughs> zeg, jullie zetten je ook in voor, voor, een, voor goede doelen. Jullie mm. doen dat twee keer per jaar. Hoe komt dat? Hoe hebben jullie je daarvoor geëngageerd, Frank? Well, uh, wel... Het feit is eigenlijk dat zowel Wesley of ikzelf in de eerste plaats, uh, ik ga niet zeggen gehandicapt zijn, maar ja, toch uh, niet nie gespaard gebleven zijn van miserie en dat heeft ons op het idee gebracht om ja, ook aan andere mensen te denken. Ja. En uh, bij ons, Wesley is eigenlijk een, een veelzijdig mannetje en die weet <laughs> daar direct op, op in te spelen. Zie en uh, daarom zegt hij, kijk gasten, uh, wat denkt u, uh, we kunnen iets lanceren en vragen. Aan de mensen uh -huh. uh, om ons op ideeën te brengen. Het is ook een beetje een dankbaarheid eigenlijk voor, voor de optredens die dat we mogen doen. We mogen zoveel mooie dingen doen, ook in jullie regio, zeg maar. Genk on stage hebben we gedaan, de Weertse bierfeesten, allemaal mm. mooie zaken. En ja, toen dat Frank eigenlijk ook met: ja, je hebt een gescheurde aorta gehad, en mm. daarna Het is wordt eigenlijk een beetje. Ik ook van een Ja, ja dat ja. heb je echt ja. geluk gehad. Ja. Hè? Ja. Ja. Dus dat is hetgeen wat dat ons een beetje heeft doen nadenken van, ja, het, het is ook allemaal relatief, het kan snel gedaan zijn, zeg maar, in het leven, want, want het scheelde echt niet veel of je was er niet meer. Ja. En vandaar is het idee ontstaan om twee keer per jaar een gratis optreden, een benefit te doen ja. voor het goede doel. En voor leiding. dit jaar zoeken jullie nog een aantal goede doelen. Ja. ja. Dat klopt. We zijn eigenlijk uh, op zoek naar organisaties die, die een evenement hebben. Uh, vorig jaar hebben we bijvoorbeeld iets gedaan voor MUCO. MUCO hoopt was dat in Londerzeel. We hebben ook iets gedaan voor uh, de Vereniging van ALS, dus die het onderzoek daarna mm -hmm. doet en zo. Maar voor dit jaar zijn we dus nog op zoek, zeg maar. dus, dus onze kijkers mogen jullie ideeën geven. Ja, dat klopt. Ja. Als iemand zegt van ja, kijk, ik organiseer iets of we hebben iets dat dat misschien in aanmerking komt, kunnen ze best een kijkje nemen op, uh, op onze website www.belgenquoband.be. Mm -hmm. Dan krijgen ze een pop-up te zien. Kunnen ze eventueel het contactformulier invullen of kunnen ze ook gewoon een mailtje sturen naar info.beljenquoband.be Dan verzamelen wij die allemaal, bespreken wij die in banden en uh, dan kiezen wij er twee goede doelen uit. Valassie, voilà, ja. dat is weer al heel schoon gezegd. Precies alsof je het elke dag doet. Het <laughs> scheelt niet veel. <laughs> Ik wens jullie nog heel veel succes. Dank je wel gaat gewoon spetteren hè, van het jaar, ik weet het ja, zeker. Dat komt wel ja, goed. Ja. Hè? We zijn trouwens nog een paar keer in jullie regio, uh, komen en zeker optreden. Dus ja? zeker een kijkje nemen op de agenda. Zo we okay. zitten in zeker uh, op de hoogte. Ja, zeker vast. Ja. Dank je wel. Goed. We gaan naar onze volgende gast. En dat zijn eigenlijk drie gasten.